Laten we desinfecteren in 3 gemakkelijke stappen. 1. Het luchtkanaal en de airconditioning. 2. De bekleding en het interieur, de console. En 3. De handvatten, het stuur en de rest van het dashboard. Voor je de airco-reiniger aanbrengt, zorg ervoor dat de verdamper helemaal droog is. Dat doe je door op hoge temperatuur de ventilatie aan te zetten, zonder de airco aan te zetten en hem circulerend in de auto op de voeten te richten. We starten met de airco en de luchtkanaal. Hiervoor verwijderen we eerst het pollenfilter. Op elke auto zit deze op een andere plek. Dus kijk even naar de specificaties van de fabrikant. Om het desinfectiemiddel aan te brengen gebruiken we het desinfectie-aanbrengapparaat. Hierin zit de vloeistof van EcoPoint LaQuick Pro. LaQuick Pro is volledig biologisch afbreekbaar, direct te gebruiken en niet brandbaar. We spuiten dit meteen op de verdamper van de airco. Hiertoe breng je de zonde in de plek waar, waar het pollenfilter zit en geef je een aantal korte stoten. En ook zorg dat het geheel gereinigd is. Hierna gaan we de luchtkanalen reinigen. Weer met het desinfectie aanbrengapparaat. Ik heb hiervoor een stukje tape op ongeveer 10 centimeter aan het einde van de zonde gebracht, zodat ik goed weet wanneer het einde van de zonde bereikt is als ik hem terugtrek uit het luchtkanaal. Eerst breng je de zonde in het luchtkanaal. En steek je zo diep door tot je merkt dat het einde is bereikt. Hierna trek je hem in één vloeiende beweging terug, terwijl dat je het desinfectiemiddel aanbrengt. Ook de andere kant op dezezelfde manier. Dat is voldoende om de luchtkanalen volledig te reinigen. En we brengen licht het middel aan op de stoel van een kleine afstand. Dat is voldoende om het interieur te desinfecteren. Dit doe je bij alle stoelen. De LaQuick Pro van EcoPoint maakt gebruik van melkzuur natriumchloride. Dit heeft een wat zuurige lucht. Deze lost vrij snel op, dus het is aan te raden om even de autodeuren open te laten. Wilt u hem nou helemaal opfrissen, gebruik dan de Quick Fresh Pure om nog een extra lekker luchtje aan het einde te geven. Voor het dashboard, de handgrepen en het stuur gebruiken we de universeel reinigingsdoeken antibacterieel. Ook deze zijn niet direct brandbaar. Tip, gebruik deze ook bij de overdracht van de autosleutel.